Vertrek van Ajax. Ik heb er vlieg van, hè. Nee, dat is echt zoek, hè. Heb je nog nooit afgetrapt, hè? Ja, normaal kijk ik niet meer naar. Daarna schopte die met grilletje op de bal weg bij die tweeën, omdat hij niet over de zijk was. Oh my god, ja. Ik vind dat er op het laatste van de tweede helft na heel goed positie spel gekund. Op het laatste van de tweede helft ging ik een beetje moeilijke ballen geven. Die ballenballetjes die niet aankomen. Ja, moet het op pad trainen. Sommige mensen die gaan lopen pingelen en die spelen de bal 2 meter voor zijn hoofd. Maar Rob, als hij alles goed gaat, heb ik donderdag niks te winnen. Nee. Maar, jongens, luister even. Even handen bij voetbal. Wat we het grootste gedeelte van de tweede eerste helft gedaan hebben. En goed positiespel. Dan hadden we die kansen gemist hebben, anders hadden we hem dik volgen zijn. Ja. Ja, maar ook goed positiespel kiezen. Ja, Milan, jij doet het goed, middenveld. Af en toe mee gaan naar voren, links, rechts. Ja. Ja, zoek je positie. Ja, en dan terugkomen. Want ze weten gewoon geen raad met jou. Als jij diep gaat. Ja, dat zijn ze ook kwijt. Maar doordat Milan zo diep gaat, krijg ik keihard ruimte. Ah, dan kunnen ze simpel. Maar als hij natuurlijk, stel je voor dat hij vol blijft hangen, ja, dan gaan ze weer op je spelen. Ja. Maar omdat je een aardig loop gelopen hebt en je gaat telkens diep het gat in, ja, op een gegeven moment zijn ze telkens kwijt. Ja, dat zat er goed in. Ja. Klopt, je hebt niet. Maar zeg ik, jongen. Wat je doet, heel goed, hè, met die rozen met die krulletjes. Want die komt op. Gaat zo'n pakje. Maar kort erop. En dan gewoon, als je bij het bal bezit hebt, gewoon je eigen spelletje spelen. Ja. Ja, dat gaat perfect. Ja. We gaan even wisselen. We gaan even wisselen. En dan doen we dan eens dat we Tjerk had voor Hein. En voor Manuel, dat heeft niks te maken met je doel. Gaan Gerrit eens spelen. Ik wil Gerrit ook eens voor je niet spelen. Helemaal niks. En Manuel. Anton die zat een beetje uit zijn neus uit te doen. Nou, maar hebben we graag het kan niet een keer een bal krijgen. Simpel speler. Hij is goed. Dat lag perfect. Zie je, die gaat ook zo goed, hè? Woe! Dat hoor ik. Dat is niet jouw plek, hè? Nou, stop ik jou. Die bent zeggen met een ding. Wisselen. Als het misgaat, dan denk je wel. Nee. Ik mag ook niet lagen. Zo kan die Tom kan even blijven, hoor. We staan ineens voor, Tom is er niet. Hij laat je team. Maar in de steek. Volgens mij centjes. Heb je gisteren al vernieuwd roken? Denk het wel. Ja. Denk het wel, ja. Donderdag. Ja. Lekker warm. Het was niet direct. Het is zaterdag bier. Deze keer zijn maan laten bellen, want hij moest... Ik kreeg een smsje om 3 uur. Ja, een sms. En hoor je niet dat hij er zo bij heeft. Het was niet direct als de vorige keer. Nou, ik hoop wel. Maar dit is een beetje schade van de zaterdag. Ja. Natuurlijk, joh. Die corner die genomen werd, afgekeurd werd, dat doe ik. Ja, wat was dat? Dat was toch
treurig dat die gozer helemaal vergaat. Ja. En hij smaakt. Hij is zo lang, dus op wie gaan ze die oren spelen? Natuurlijk een kleine mannetje die erbij loopt, hè? Op die wangen. Dus wij gaan allemaal bij een kleine mannetje staan en die wangen die lopen in de rug. Nee, ik stel het niet. Ja, als we hadden het niet. Anton, jij moet even zeggen. We komen niet boven deze achterkant. Er werd toen twee keer aan gemaakt. De ene die hem een paal toe kreeg over de arm heen. Ja, en op het moment dat die. Met een lange jaar. Hoe jij dat? Nee, maar op het moment van die koppel zit hij tegen de man. Dat was toch voor eens? Ja, ja, of nee. Hey, Rob, ja, ze dus die man lang is die. Ja, dat is altijd tactiek. En je moet net doen alsof je moet ze het idee geven dat ze een kans hebben. Ja, dan, ja. Daarom moet het wel even vertrouwd. Ik heb ook weer twee keer aan. Wij hebben ook net alsof ze een kans hadden. Dus, maak het ook over mij. Ja. Maar daarop, staat het nou weer 0-0, of niet? Ah, niet gek. Nee, dat maak het net wel vrij. Vorige keer stonden we gelukkig 5-0 achter of zo, die eerste wedstrijd. Ja, maar toen was Stom erbij, die stond op de goal. Ja, toen kwamen de tweede helft in de kluis. Ja, stond op de kom hij, had je ook een slakje zien? Tweede helft alleen. Nee, brok ervaring in de tweede helft. Wil je een foutje na? Net zo het smulde, Wil je een team van Dijk? Ja, dat wel nog wel. Even houdt het tweede team met elkaar? Nee, dat van Dijk en Rob ook weer met elkaar niet eten. Ja, Rob van Dijk van. Van Dijk is tot 40. Ik denk dat Van Dijk zijn jeugdtrainer is geweest. Van wie staat hij? Nee, de Pieter Rabot. Weet die andere toen die rapje begon? Vrijdag of zo? Ja. Pieter Graaf, hoor. En die Peter. Ja, dat is een nieuwe keer. Ja, dat is een nieuwe keer. Voor is tijd. Niemand zegt dat. Dat is een nieuwe keer. En de Pieter Graaf. En die wilde ik het ook bij een plan nieuws in. Dat was een hele kritieke plan. Die hebben ze nog teruggehaald toen Feyenoord de rapje begon. En die was al op de FC. En toen stond Trachtel in het doel. En toen hebben ze hem nog voor de ene wedstrijd teruggehaald. Ja, nee, wat was dat nou voor doel? Maar weet het niet. Ja, 70 in Milaan, dames en heren. Een stukje bak en een slag. Ja, maar die prijs die ik heb, begon ik eigenlijk wel lekker op te gaan. Heb je school?